Goedemorgen en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik hou het even een beetje kort, want ik moet al gelijk weg. Ik ben al veel te laat. Maar vandaag gaan we vliegen. We gaan naar Brazilië. Vlucht van 13 uur. Maar ik moet eerst mijn bagage en zo pakken. En ik zie jullie straks. Ik ga eens even uitchecken. Nou, we zitten in de bus. Dus gezellig. Leuk. Maar als het goed is, moet ik straks maar één keer overstappen. En dan ga ik zo naar het vliegveld. En hij moet nog inchecken, dus het wordt allemaal even een beetje krap per tijd. Maar ik heb twee wat voor, dus het begrip moet dat wel kunnen. Maar ik ga gewoon zien. Nou, we zitten in de bus. Vliegtuig. Heel veel chaos. En mijn vlucht zijn tweede op straat zijn. Dus dat is echt wel leuk. Maar we gaan gewoon zien. En ik rijd van de kant op. Eindelijk! Dan gaan we weer vliegen. Met de paardjes. Het is wel een mooi vliegveld, moet ik toegeven. Het is groen, zoiets. Maar ja, nu zie ik het een keer bij daglicht. Vorige keer was het donker. Maar ja, we moeten eerst nog wat veiligheidscontroles. En ik ga mijn bagage afleveren en naar de security. Dus ik zie jullie straks. Nou, ik heb net ingecheckt. Alleen, mijn vlucht is overboekt. Dus dit wordt echt nog heel erg leuk. Maar ze zei tegen mij dat ze iets voor mij gaan doen, waarschijnlijk. En mocht het niet, ik moet gewoon eerst wachten totdat ik, totdat ik die kant op, of dat ik bij de gate ben. En dan gaan ze gewoon kijken om mij blij te maken of zo, zoiets. Maar ik zei tegen ze met, ja, ik wil ook weer naar Rio de Janeiro gelijk vliegen. Dat scheelt mij ook gewoon alweer. Maar ja, ze zei tegen mij met, ja, we gaan gewoon kijken wat we kunnen doen. En je moet gewoon naar de gate toe en we zien het wel. Dus het is allemaal nieuw. Maar ja, ik had hier eigenlijk niet heel veel zin in, maar we gaan het wel zien. Nou jongens, ik ben achter de douane. Ik zit maar even bij de McDonald's, lekker en wat te eten. Gewoon zo'n lekkere tosti en een colaatje. En ik had dorst, ja, ik moet toch maar iets van maken. Ik kan voor het nu niks doen. Dus ik ga het gewoon zien en gewoon wachten maar, denk ik. Wacht maar. Nou, even lekker gegeten. Ik ga zo naar de gate toe. Maar ik wil even dit laten zien. Wat een heel mooi vliegveld is dit. Het ziet er wel echt heel ziek uit. Het is echt nog steeds spannend, omdat ik mee kan. Maar ik zag wel een andere vlucht, helaas was het niet iets naar Rio de Janeiro. Maar wat ik wel zag, was dat er nog wel business class tickets voor die andere vlucht beschikbaar waren. Misschien zet ze me op de business class, hoop ik. Dus ja, we gaan het gewoon zien. Ik ga even richting die kant op. Ik word helemaal naar gate B. Oh, dat is 6 tot 13 minuten lopen, dus dat komt wel goed. Dus ja, nou, we staan ondertussen op de... Nou ja, wat zou ik zeggen, op de loopding richting de gate. We gaan naar B7 toe. Nou, het zijn nu bij B6, dus we zijn in de buurt. Er zijn zo'n stepjes hier echt met z'n allen rond. Echt, wat is dit? Het is ook gewoon, hier heb je de tweede McDonald's daar al gewoon staan. Dus dat is echt wel bijzonder. Het is zo'n groot vliegveld. Maar ik weet nog steeds niet wat ik mee mag. Maar we gaan het gewoon zien. Ik loop nu gewoon naar de gate en we gaan het gewoon echt wel meemaken. Nou, we zitten eindelijk bij de gate. Heerlijk, het is redelijk druk aan het worden. Hopen dat ik echt mee kan. Ik ben echt is het maar zo. Dan kijk ik gewoon of dat er een andere vlucht is. Want er gaat nog een vlucht vandaag naar São Paulo, maar dan ben ik wel echt laat in Brazilië. En ik moet nog met een bus. Maar ja, ik krijg waarschijnlijk misschien nog wel een deel van mijn geld terug. Of ik kan business class vliegen, dus dat is echt wel top. Dus ja, we gaan het gewoon echt zien. Het is best wel spannend. Een beetje dubbel gevoel, maar als het eenmaal allemaal lukt. Nou ja, we gaan het gewoon allemaal zien. Ik wacht echt wel even. Ik moet gewoon maar even het nemen hoe het nu is. Aangezien dat ik nu toch niks meer kan doen. Nou, we hebben wel veel vertraging. Echt gewoon 2 uur en 45 minuten. Maar ik heb wel nu drinken en eten gekregen. Dus dit gaat wel een beetje de goede kant op. Maar ik zit nog steeds op de grond. En ik vraag me überhaupt af nog steeds wat ik mee mag. Iedereen zit hier gewoon lekker te wachten. Maar het is echt alleen maar spanning en chaos en gedoe. Dus ja, dan gaat het gewoon zien. En gewoon wachten en het komt wel goed. Oké, ik moet wat zeggen, ik mag niet mee met de vlucht. De vlucht
is overboekt. En we gaan nu wat voor me regelen. Ik heb echt geen idee wat of hoe wat. Maar ja, het is, ik moet nu gewoon met die mevrouw mee. En we gaan naar een kantoortje. En daar wordt als goed hotel vannacht gekregen. Ik krijg geld terug. Of geld krijg ik. Dus ja, we gaan het gewoon echt allemaal zien. Ik moet ook een hele planning op de hoogte gooien van backpackers. Daar haal ik echt wel weer van. Nou, we gaan het gewoon zien. Ik moet gewoon plan maken. En ik wil hier al zo graag heen. En alleen maar gezeik nu. Maar ja. Jammer, als het hierbij blijft, dan hoop ik nog dat het goed komt. We gaan het gewoon zien. Oké, ik ben weer alleen. Even een korte update. Ik moet nu naar de uitgang. Ik heb hier een of ander formulier gegeven. Ja, ik kan me nu niet laten zien als je dat er bepaalde informatie op staat die ik even niet kan weggeven. Maar ik moet eerst mijn bagage terugvorderen. Daarna moet ik naar zo'n ander gebeuren. En daar krijg ik ergens een hotelovernachting. Ik heb echt geen idee. Maar ik hou dat geld terug. Dus dat is helemaal top. Maar ik moet nu naar de uitgang. En ik heb geen idee uit dit hele grote vliegveld waar de uitgang is. Oké, nou ja, we gaan het gewoon allemaal zien. En ik ga ervan uit dat het wel goed komt. Ik ga het best doen. Nou, het kan echt niet erger. Ik ben nu aan het wachten. Ik moet een uur gaan wachten op mijn bagage. En daarna moet ik nog naar een andere desk van Turkish Airlines. En dan, daar zal ik mijn bagage, of nee, ik bedoel mijn hotelvernachting en alles kunnen krijgen. En dan zou ik er naartoe kunnen worden gebracht. Maar nu moet ik echt gewoon wachten op mijn bagage. En want dat duurt echt een uur, zeiden ze. Echt wat apart. Maar ja. Het is echt chaos. Ik zit bij die hele bagageband. Maar ja, ik moet bij zo'n ander ding zitten. Dan ben ik natuurlijk van nergens kom. Maar ik ben gelukkig maar achter de douane. Ik ging van de een naar de andere politieagent. Dat was echt niet normaal. Maar ja. Ik moet nu gewoon wachten. En, ik zie het wel. Ik ben echt best wel geïrriteerd. Want ik moet nog alles helemaal uitzoeken. Ik moet straks gewoon weer mijn laptop open doen. En gewoon een heel plan gaan maken voor morgen. Aangezien dat er gewoon... Misschien dat ik gewoon niks heb. Maar ja, we gaan het wel een keer zien. En we zien het wel. Nou, ik zal weer even een korte update doen. Ik sta nu bij de hoteldesk. Ik had eerst iemand met iemand gesproken. En die had een... die zei tegen mij dat ik 90 euro moest betalen voor de taxi in het hotel was gratis. Nou, ik kan je vertellen, ik ben je niet even lekker vriend. Sorry, dat ik even deze steek over moest doen. Maar uiteindelijk moest ik 90 euro, dus daar ben je wel even lekker vriend. En uiteindelijk ben ik naar de andere hoteldesk gegaan. En daar heb ik het uiteindelijk wel gekregen. Maar ik moest zo lang wachten. Het is nu al 4 uur of zo bijna. En ik wacht hier al sinds 8 uur vanochtend. Dus ik zit hier al 8 uur op dit hele vliegveld te wachten. En ik ben eigenlijk zo blij als ik zeg weg kan. Ik wil gewoon naar mijn hotel. En ik moet straks ook nog een heel plan maken voor deze backpack trip. En als je het hier alleen maar slecht en kut gaat. Maar ja. We gaan het zien. We gaan het zien. We gaan het echt gewoon zien. Ik moet hier gewoon maar even wachten. En ik denk dat ze zo meteen naar me toe komen. Nou, we zitten eindelijk in de buurt. Eindelijk. Nou, we gaan nu naar het hotel toe. Die er is voor mij geboekt. Ik ga het zien. Maar we zitten in de bus. Eindelijk. Nou, we zijn bij het hotel aangekomen. Ik heb geen idee. Dit is echt alleen maar van glas. Maar ik heb net zo'n bus ben ik gebracht. Even een foto. Oké, naar vroeger zei ik ben ik bij het hotel. We gaan even hem openmaken. Oh, wacht, dit is mijn pasje. Dit is mijn pasje. Oeps, sorry. Ik ben zo moe. Hoe zwaar de deur? Nee, typisch. Ze hebben wel twee losse bedden. Oh, ik moet wel even mijn shit pakken. Zo. Oh. Oh ja, we zijn eindelijk aangekomen bij het hotel. Oh, wat lekker. Hoe is het? Oh ja, wacht, ik zou eens even mijn backpack veilig zetten, anders wordt die gestolen. Dat is misschien wel even een dingetje. Wat een dag. Even kijken hoor. Wacht, ik moet even een pakje hebben. Daar kan ik het licht natuurlijk aan zetten. Zo. Ja, ik heb echt het meest gekke vandaag meegemaakt. Zo.
Dit is wel een goed hotel, hoor. Tyfus. Ik heb niks te klagen. Ja, alleen vind ik wel het enige jammer dat ik twee eenpersoons bed heb, maar dat is maar zo. Tyfus, zoals zwembad, alles. Ik mag niet klagen, vind ik. Nou, ik heb heel even gerust. Aangezien dat het echt een hele lange dag was. Ik heb 8 uur op het vliegveld gezeten, dus ik heb nog heel even geslapen. Ik heb nog mensen gebeld en alles. Maar het is tijd om te eten, want het is nu 7:10. En ik ga zo lekker eten. Dus ik zeg zo, we gaan richting beneden. Hups, dat is wel een hele zware deur. Zo. Wat een gang, hoor. En dan gaan we even kijken wat we terecht zien te komen. Als je zo beneden kijkt, gewoon. Dan gaan we even naar buiten, laat je even. Nou, en zo staan we aan de buitenkant van het hotel. Hartstikke mooi als je zo ziet. We zitten wel naar de snelweg, maar daar had ik mijn kamer niet helemaal last van. Dus ik ga weer het hotel in en dan gaan we gewoon kijken of wat we nog even wat lekker kunnen eten. Ik heb best wel honger. En waar het eten is. Maar het ziet er goed uit. Ik ga het even zien. Nou, ik heb hier van het eten. Ik ben niet heel erg op van het filmen. Ik ben best wel een beetje gek over. Maar het is echt wel ziek. Nou, we beginnen aan de zoek. Lekker aan de buitenkant kijken. En ik ga straks gewoon lekker door eten. We beginnen gewoon lekker klein. Nou, we zijn nog lekker aan het eten. We gaan nu lekker beginnen. Ik heb nu van alles een beetje gedaan. En ja, we gaan lekker eten. Nou, ik zit ook alweer vol. Mooi nog. Kijk, het restaurant, zo zien. Maar ja, het is. Ik denk dat ik weer terug naar de hotelkamer. Ik zie lekker uit, ik ben zo moe, was ik net. Maar dat had ook erg te maken met deze hele lange dag 8 uur op het vliegveld zitten. Met alleen maar politieagenten. Wat ik wel weet, ik heb niet alles kunnen filmen. Ik moest natuurlijk met politieagenten, ik moest met douane en alles. Dat was het meeste werk volgens mij. En ja, en natuurlijk die bagage terug, dat was nog meer werk. Maar voor de rest de grens over, dat was ook heel veel gedoe. Maar ja, we hebben het, het is gelukt. Dus ja, nu even wachten. En ik ga straks gewoon richting het hotelkamer. Nou, als je ziet de lift. Dat is best wel mooi. En dan gaan we weer. Oh, we gaan niet omhoog. Nu gaan we wel weer omhoog. We gaan de 5e verdieping weer. En dit ziet er wel heel mooi uit, hoor. Als je zo ziet. Oeps, en daar zijn we weer. Nou, gaan we weer verder. Nou, we zijn weer even bezig verder. Ik probeer nog even uit te zoeken voor de planning voor backpackers. Aangezien dat ik een hele planning had voor backpackers dit jaar. En daar moet gewoon heel wat aan worden veranderd. Maar ja, je gaat het ook allemaal zien. En ik heb er ook nog niet al te veel over prijsgegeven. Want backpackers moet ik nog opnemen. En dat gaan jullie gewoon allemaal lekker tijdens de serie zien. Dus dat zien jullie gewoon over een paar video's. Morgen hoop ik wel gewoon naar Brazilië te vliegen, want daar start ik. Alleen dit wordt wel heel intensief, maar dat zie je allemaal misschien wel morgen. We gaan gewoon kijken. Oh, ik dacht even dat er werd gescoord. Ik zit nu ondertussen even EK te kijken. Duitsland speelt tegen Denemarken. Nou, dat is op zich wel leuk. Maar ik dacht even dat er werd gescoord. Maar ja, dus het wordt eigenlijk wel even een spannende morgen, dat ik morgen nou wel mee kan. Ik zag als ik nu in het vliegtuig had gezeten, ik was nog steeds niet geland. Het was. Het is hier nu 12 uur s'nachts. Dus ja. Maar ja, we gaan het gewoon zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Dit was echt een heel avontuur en een hele bijzondere dag. Na 8 uur wachten op het vliegveld. Ja, en ook wel het meest bizarre wat ik ooit heb meegemaakt. Een vlucht die overboekt is. Maar ja, morgen gaan we het weer proberen. Om 7 uur staat hier een taxi voor mij in de ochtend. Dus ik moet morgen weer vroeg mijn bed uit. Dus, en dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Maar ja, ik krijg in ieder geval wel mijn geld of een heel groot deel van de vlucht terug. Dus dat scheelt. Dus ik wil zeggen, tot morgen en later.